Ja, dat mag altijd. Het is hier allemaal heel geheimzinnig, hè? Veel hekken en zo. En de AIVD zit hier binnen. Dat durf ik niet te zeggen, maar dat zou best kunnen. U durft het niet te zeggen, dus u werkt hier wel met een bepaalde angst. Angst nooit. Maar nee, ik durf dat niet te zeggen. Hij zei, ik durf het niet te zeggen. Nee, ik durf niet te zeggen wat hier allemaal binnen zit. Oh, dat is zo geheimzinnig allemaal. Ja, maar ja, het wordt niet bij mij gedeeld in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Dus het geheimzinnig is, dat ik niet zeggen, maar als u het zegt, dan ga ik er best vanuit. Ja. Maar ik zou geen foto maken, dus ik denk... Jij wil even wat spioneren hier. Wie er hier naar binnen komen, wie hier naar buiten gaan, want dat doet de AIVD ook bij het volk. En dus we willen een beetje dan ook hun laten voelen hoe wij ons voelen. Want ze helpen ons niet. Wij zitten in nood en ze helpen ons niet. Ze weten alles van iedereen. Ze weten wie de pedo's zijn, wie de kinderporno verspreiden, wie de drugshandel doen, wie de wapenhandel doen, wie mensen als slavernij gebruiken. Ze weten alles. Maar waarvoor functioneren hun? Maar ze moeten toch het volk helpen? Ze zijn toch ten dienste van het volk? Blijkbaar niet. Ze weten alles van iedereen. Ze tappen al onze telefoongesprekken af. En vervolgens, wat gebeurt er? De maatschappij gaat alleen maar achteruit. En mensen zijn doodongelukkig. Mensen leven met heel veel ellende. Dus we komen hier om te vragen, wat is jullie functie eigenlijk? Jullie werken niet voor Nederlands belang. Dus heb je hier te maken met globalistische doelstellingen. En het is één met de CIA, één met de Mossad. En het afluisteren gebeurt dus niet om het volk te helpen, maar juist om te kijken wie de oppositie zijn. Zoals mensen zoals wij. Wij zijn van de oppositie. Wij willen een eerlijke maatschappij. Een goede maatschappij. Armoedebestrijding, eerlijke verdeling van de welvaart. En dan zie je dus dat hun dat niet nastreven, maar wel ons bespioneren. Ons achtervolgen. Ons stalken. En daarom zijn we hier vandaag, meneer. Okay. En we willen graag een gesprek. Dus als u even kunt vragen wie een woordvoerder is. Want wij blijven hier staan totdat wij ook gewaardeerd worden. Want wij komen hier tegengas geven tegen de onderdrukking. Overal hangen camera's. Overal afluisterapparatuur. En wat ze doen. Hè, dus dat ze kijken ook hoe jij je op internet gedraagt. En dan wordt daar weer ook weer marketing op je afgestuurd. Ja. Het werkt allemaal met elkaar samen. Om jou onder de duim te houden. Om jou te misleiden. Als je een bericht wil delen zoals vandaag over de vaccins. Krijg je een Facebook blok. Krijg je een Facebook jail. Waarom mag je geen kritisch geluid over de vaccins geven? Ja, voor iedereen is dat vrij om wat te vinden. Nee. Ik heb het vandaag nog gemerkt. Ik werd gewaarschuwd. Dit bericht mag u niet delen. Ik kan even iemand contacten. Heel graag, meneer. U bent heel vriendelijk. Is van lichte maatschappij bij? Nou, dat is toch waanzin. Waarom zou ik nu weer mijn ID? Ja. Dat is overal tegenwoordig. Wat is je ID? Ik ben een mens. Ik ben geen nummer. Ik ben geen BSN. Alleen als ik iemand ga bellen voor u, dan wil ik wel graag weten van, oké, met wie gaat die persoon... Maar kunt u toch ook mij vragen hoe ik heet? Ja, oké, maar ik wil wel graag... Je wilt iemand bereiken voor hem in gesprek te gaan. Nou ja, niet voor mezelf natuurlijk, maar voor degene, maar dat hij wel precies weet van, ik heb met deze persoon... Ja, maar dan hoef ik mijn ID niet af te geven, alleen laten zien. Ik hoef hem alleen te zien van u, en als ik dan even de naam op mag schrijven, dan tuurlijk. Mag ik hem zelf vasthouden, dus dat is geen probleem. Hallo meneer, hoe gaat het? Maar het is wel voor een gesprek, omdat je wel met de politie is. Oh nee joh, nee. Maar... Nou, politie mag komen, wij willen graag hier de politie ook vragen, wat hun functie hier is. Met al deze staatsgeheimen. Nee, kijk, als u het ergens niet mee eens bent, dan moet u het zeker laten weten. Ja, wat is dit voor rare ridder met grote voeten? En wat betekenen die gouden voetjes? Dat is toch bizar? Werkt u hier, meneer? Ik denk het. Mag het zijn of zo. Bent u hier werkzaam? Geïnteresseerd. Het zijn geruchten, meneer. Er zijn gaan verhalen rond dat de AIVD eigenlijk top is van Nederland. De baas van Nederland. Zij werken samen met de wereldleiders, wereldwijd, de miljardairs, om het volk onder de duim te houden, om het volk te mindcontrollen, om het volk te sturen. Is het niet met corona of klimaat of met oorlog of met armoede? AIVD is top van de top. Alles draait om informatie. Crowd, hoe noem je dat? Crowd control. Dat is wat hier gebeurt. Ja, dat is het bedoel. Ja, bedankt meneer. Ja. Ik ga heel even bellen voor u. Ik wou zeggen, blijf rustig staan, maar ik wil sowieso niet verpakt lopen om weg te gaan. Dus... Nou ja, op zijn minst kunnen we meerdere ingangen even laten zien aan de mensen natuurlijk. Want mensen willen wel weten. Wat de bedoeling is. Dit is een soort van het kasteel van Nederland. Nou, dan zit hij wel verkeerd adres, als dit het kasteel van Nederland is. Ja, hier worden belangrijkste beslissingen genomen. Belangrijkste informatie is hier aanwezig.
is inderdaad niet de bedoeling om mensen te filmen dat ze naar buiten lopen, maar je kan wel de mensen het gauw aanspreken. Nee, dat mag ook niet. Dus pure spionage. Pure spionage. Hier een camera, daar een camera, overal hangen hier camera's. Op die hoek. Mensen, ik ben hier niet met een grapje gekomen. Ik ben hier niet voor een lolletje gekomen. Dit is keiharde realiteit, mensen. Dit is een van de belangrijkste locaties van heel Nederland. Al is het al niet in de symboliek. En meteen paniek omdat wij hier staan. We hebben daar al aan de andere kant aangebeld. Hier echt, het is een wall. Het is hier zijn muren. Hier rijdt politie rond. Hier rijdt koninklijke marechaussee rond. En dat heb ik laatst ook gezegd. Ik moet de symbolische plekken opzoeken. We moeten staan daar waar we moeten staan. Bij de Huis van de Koning, Huis der Bos. Dit soort plekken. RIVM hoor ik dat weer een demo gaat komen van de vaccinatieschade. Ik ben ook wel eens moe, mensen. Dat ik ook denk, wat moet ik nog doen? Ik heb alles al gedaan. Alles al geprobeerd. Maar dit wil ik toch weer even op de kaart zetten. AIVD zit hier. Minister van Buitenlandse Zaken zit hier. Ministerie van BZK. Buitenlandse Zaken. Wat heeft AIVD en Buitenlandse Zaken gemeen? Crowd control. Samenwerking. Globalisten. En we mogen hier zogenaamd niet filmen. We mogen hier zogenaamd niet staan. We mogen geen mensen lastig vallen. Zij vallen ons lastig. Hoeveel mensen sturen mij berichten dat ze paranoid beginnen te worden? Ik word gevolgd. Dit, dat. Politie, hier, daar. Mensen worden helemaal gek. Ik zeg steeds tegen die mensen, hou je eens rustig. Focus je op de goede dingen. Focus je niet op de negatieve dingen. Dit is wat ik dagelijks meemaak, mensen. Mensen worden helemaal paranoïde. Achtervolgingswaning. Het is hier hermetisch afgesloten aan alle kanten. Daarom zullen we zo nog even een goed rondje lopen. Werkt u hier, mevrouw? Bent u lekker aan het bespieden? Spionages, net als Kaag. Oxford spionageopleiding. Zoetermeer. Huig Plug is hier al geweest, Dennis is hier al geweest. Ze hebben hier al hun best gedaan, ze hebben hier al goede dingen gedaan. Maar nog steeds is het landelijk niet bekend genoeg. Waarom moet dit zo goed beveiligd worden? Waarom is dit zo'n belangrijk gebouw? Mensen weten het niet. Overal camera's hier. Ik belde net aan. Ik zeg, kan ik even mijn dossier opkomen halen voor mijn rechtszaak? Oh meneer, ja, welke rechtszaak? Ja, nou, dat gaat niet 1, 2, 3. U kunt wel bellen naar dit nummer. Kijk, wat doen al deze dingen hier? Is toch bizar? Wat is dit voor dubbele muur? Wat verwachten ze hier? Dat mensen op een gegeven moment denken, hey, als we de AIVD kunnen pakken, kunnen we misschien de globalisten in Nederland pakken. Dit is echt niet zomaar een gebouwtje, mensen. Ik weet niet eens hoe deze dingen heten. Maar het is geen pretje om er tegenaan te lopen. Overal camera's, we worden bespied. Je zou hier maar wonen, je hebt geen enkele privacy hier. Zoetermeer, Europaweg, Godfried Bomanspad. Wat doen ze met alle informatie die ze over ons hebben? Hè? Ondertussen gaat alles door. Kijk maar op Telegram wat je allemaal aangeboden krijgt. Laatst kreeg ik ook een bericht van iemand. Ik heb de beste cocaïne voor je. Nou ja, ik ken die persoon niet. Ik heb meteen geblokkeerd. Ook elke dag op Telegram word ik in groepen geplaatst van die crypto groepen. Daar wil ik ook niks mee te maken hebben. Nooit is een uitnodigingslink. Nee, je wordt meteen in de groep geplaatst. Gouden bergen worden hier beloofd, maar ik verwijder het meteen. Ik meld het als spam. Ik wil niks te maken hebben met die misleiding. Sommige mensen kunnen er misschien rijk van worden, maar ik heb er geen behoefte aan om me daarin te verdiepen. Wapenhandel, als je kijkt op Telegram, is zoveel wapenhandel. Drugshandel in Nederland is enorm groot. En de AIVD weet het allemaal, maar ze doen er niks aan. Maar mensen zoals ik, mensen zoals jullie, die in het verzet gaan, in de oppositie, tegen de overheid, tegen het systeem. Nee, daar heeft de AIVD grote interesse voor. Dan word je gevolgd. Hoeveel van onze demoleiders hebben wel niet politie aan de deur gehad? Hoeveel mensen worden wel niet geïntimideerd, bedreigd? En dat gaat verder dan Fidere. Fidere is nog een klein irritant clubje wat vooral doet aan laster en smaad. Maar ze hebben ook mensen echt aangevallen, fysiek. Spullen kapot gemaakt van mensen.
Overal camera's op het dak. AIVD Zoetermeer. Ik weet niet wat deze man aan het doen is, maar het ziet er mooi uit hier. Werkzaamheden. Nou, misschien zet ik zo even de live uit en we gaan natuurlijk niet zomaar weg. Dit is het kasteel van de globalisten. Ik heb ook wel eens gehoord dat maar een paar mensen bij de AIVD echt de geheimen goed weten. Die goed weten wat er allemaal speelt. Die dus de belangrijke dossiers beheren. En dat heel veel mensen hier werken, ja, feitelijk gezien in totale onwetendheid, wat de doelstellingen zijn van de AIVD. Dat is een bericht wat ik onlangs las en wat ook wel heel realistisch klonk. Want ze gaan niet zomaar mensen hier laten werken en dan geheime dossiers laten zien. En Israël bijvoorbeeld, zo'n controlestaat. Er zijn daar zoveel bedrijven. Ik heb ook nog in de gevangenis een documentaire erover gezien. Ik weet niet eens waar het was, National Geographic of zo. En zoveel bedrijven die daar zitten waar gewoon mensen naar hun werk komen. En dan moeten ze een beetje rondbellen. Wereldwijd bellen ze mensen op. En ja, mensen worden misleid, moeten geld storten, worden bepaalde producten aangeboden of investeringen. En de Mossad of de AIVD of de CIA, ze weten alles van ons. Ze weten alles wat we online doen, wat we telefoneren. Er is ook in Nederland zoveel heling, zoveel oplichting. Er wordt niks aan gedaan. De politie zou zich ook moeten afvragen, als we dan zoveel weten van het volk, waarom kunnen we dan zoveel weinig misdaad tegenhouden? De misdaad neemt alleen maar toe. Dit is niet om misdaad te bestrijden, de AIVD. Dit is niet om terroristen te bestrijden. Dit is om de crowd control, om mensen te sturen, te misleiden, te verleiden, te controleren. En om oppositie tegen te werken. Heel social media is niet voor je sociale leven gemaakt, maar is om jou te sturen, om jou te vormen, om jou marketing te geven, om jou bezig te houden. Het is vooral mensen bezighouden. Mensen leven in een digitale gevangenis. Met spelletjes, met films, met programma's, series, noem het allemaal maar. Met chats, met nieuws. Het is alleen maar mensen bezighouden en plaatsen in een digitale gevangenis. Nou, ik weet niet wat ik nog moet zeggen. Ik zal even kijken in de comments. Waar ben ik eigenlijk? Ik ben hier in Zoetermeer bij het kasteel van de AIVD en van het ministerie van Buitenlandse Zaken. We hebben netjes aangebeld, we hebben netjes hier met mensen gesproken. En we vragen dan aan hun, zit de AIVD hier? Nou, één iemand van het personeel heeft het bevestigd. Een ander zegt, ik zou het niet weten, ik zou het niet durven zeggen, zei hij. Maar het is wel degelijk zo. Volgens mij kun je het ook op internet gewoon lezen dat hier de AIVD zit. Maar ze hebben niet gewoon hun eigen ingang. Want dan zou er wel eens misschien boos volk daar kunnen gaan staan of komen. Dus hier zijn meerdere ingangen. Het is hermetisch afgesloten. Het is een heel groot gebouw. En ik denk dat het wel eens duidelijk mag worden voor het volk. Wat hier plaatsvindt. Hoe hier eigenlijk Nederland bestuurd wordt. En hoe de oppositie hier wordt tegengewerkt. En de NCTV die zit ook op, heeft zogenaamd dan het hoofdkantoor. Of het echt zo is, dat weet je natuurlijk nooit. Heeft het hoofdkantoor in Den Haag, vlakbij de Turfmarkt. Ben ik ook langs geweest, kon ik ook niet naar binnen komen. Je moet een afspraak maken, alleen als je een afspraak hebt mag je naar binnen. Dat is hier ook het geval. Nou, hier staat toevallig de deur open, maar ik val hier weinig te zien, denk ik. Dus we zijn in Zoetermeer. We kijken even hoe het gaat hier. Ik ben niet alleen. Oh, de poort gaat dicht. Nou, voor ik hier opgesloten zit en nooit meer vrijkom. Ik heb mijn portie wel even gehad in de gevangenis. Dus nou, ik hou jullie op de hoogte, mensen. We hebben in ieder geval alweer een statement gemaakt. Want mensen waren heel nerveus dat wij daar stonden te filmen. En dat wij er überhaupt stonden. Met mensen in gesprek gingen. Ik ben bijna helemaal rond. Thank you.
En ook Epstein Island is hier ook mee verbonden natuurlijk. Epstein werkte ook voor de CIA, voor de Mossad. Om mensen, ja, chantagemiddel als het ware te creëren. Mensen afpersen, mensen chanteren. Mensen onder de duim houden. Dus iedereen zit ook gevangen door dit soort geheime inlichtingendiensten. Spionage, Thierry Baudet heeft het weer op de kaart gezet toevallig vorige week. Prinsjesdag beschouwingen woensdag. Dus ja, dat is ook belangrijk. Dat we ons beseffen. Wie is eigenlijk de baas in Nederland? Wie heeft de macht? Het is een kleine groepering. En het is, wordt allemaal geheim gehouden. Geheime diensten. Waarom is het geheim? Ja, omdat anders, als mensen alles weten van de geheime diensten, ja, dan kunnen ze hun werk niet goed doen. Nee, maar wat zijn de resultaten van de afgelopen jaren, wat ze voor werk hebben gedaan? Wat hebben ze bereikt? Nee, dat kunnen we niet, dat is allemaal geheim. Nou, de cirkel is bijna rond. Ja, hele goede actie ook daar in, bij Larep in Den Bosch. Geweldig mensen. Vaccinaties gaande week, heel belangrijk. Want de vaccinaties worden nog steeds toegediend. En nog steeds worden meer en meer mensen, denk ik ook, benadeeld door de bijwerkingen. Want de bijwerkingen komen ook niet altijd op de korte termijn, maar ook op de lange termijn. Nog zo'n ingang. Koninkrijksrelaties. Hier is dus de officiële hoofdingang van het ministerie. Binnenlandse zaken, sorry, daar stond buitenlandse zaken. BZK, binnenlandse zaken, mijn excuses. Ik dacht dat, ik heb het verkeerd begrepen. Dat was dus de binnenlandse zaken. Nou, de zaken in het binnenland die wij bij Team Burgerplicht belangrijk vinden, die mijn vrienden op Facebook en Telegram belangrijk vinden, daar wordt niet naar gekeken, daar wordt niks aan gedaan. Het wordt alleen maar verslechterd, verergerd. Vandaag weer op het nieuws. Ja, we kunnen geen schoon drinkwater meer garanderen. Nog zo'n probleem erbij. Het gaat allemaal achteruit, mensen. En niet een beetje ook. Het gaat heel erg hard achteruit, dit land. Met grote sprongen. Dit is nog voor de coronapropaganda. Je mag even je pincode hier opgeven. Hallo, ik kom voor de AIVD. Mag ik even met de AIVD spreken over mijn rapportages en over de gang van zaken in Nederland? Ja hoor, dat mag. Maar mag ik even je naam? Max van den Berg. De deur zit vast. Hij zegt ja, dat mag. Je mag met de AIVD praten. Ja, ja. Ze willen je naam weten. Nou, kijk maar even in mijn dossier. Jullie hebben een heel dikke dossier van mij. Ja? Ja, ik wil je graag helpen, maar heeft u legitimatiebewijs bij u? Dan weet ik met wie ik dat genoeg heb. Dat zei ik toch net? Ik heb toch net mijn naam verteld, meneer? Ja, heeft u legitimatiebewijs bij u? Ja, tuurlijk. Oké. Een ogenblikje, daar komt iemand naar u toe. Ja, dan kan u even in gesprek gaan. Ja, dank u wel. Ja, wat zijn jullie aan het doen? Ja, we zijn aan het spioneren bij de AIVD. Spioneren bij de AIVD, wat onbeschoft zeg. Dat doe je toch niet, spioneren. Gun die mensen ook hun privacy. Ja, wat? Privacy, maar dat is toch juist waar wij hiervoor komen? Want de AIVD gunt ons onze privacy niet. Wil jij nog wat zeggen, Dennis, wat de vorige keer gebeurde of wat nu in gedachtegang is? Ja, ik had een leuk gesprek met die vent. Ja, ik zag het. Maar hij wou nog een verder gesprek regelen, maar hij wou niet vertellen met wie.
zeg, als het met de politie is, heb ik er niet zoveel zin in. Maar ja, zover zo nog niks te zien. Dus. Ik weet niet wat ik ging regelen. Even afwachten. Of we gaan lopen. We zien wel. En de binnenlandse zaken, wat vind je ervan? Worden die op dit moment goed vertegenwoordigd hier? Die worden goed beveiligd, laat ik het zo zeggen. Koningsrijksrelaties. Dat is heel goed afgeschermd van ons. Dat was ons inderdaad heel goed in de gaten gehouden. Dus leven we toch in een koninkrijk hier? Ja. Het is een paleis, alleen het lijkt meer op een gevangenis eigenlijk. Niet mijn keuze. Dus we hebben nu al twee uitnodigingen. Hier zijn we welkom. En aan de andere kant waar ik net stond, iets hier verderop, kunnen we ook naar binnen, zei hij. Dan gaat hij even kijken wie ons te woord wil staan. Nou, dat is toch fantastisch. Nou, dan laat ik het hier even bij mensen, want als ik film, dan kan ook vijandig overkomen. Of mensen voelen zich heel verlegen natuurlijk. Dus ik ga even kijken of hij zijn woord houdt. En houdt hij zijn woord niet, dan ga ik terug naar de eerste plek waar we ook een gesprek aan hebben geknoopt toen ik net de live heb geopend. Nou, met alle liefde vanuit Zoetermeer. Vanavond hebben we nog een actie op het plan. Of het door kan gaan wegens de regen, weet ik nog niet. Maar wij doen ons best. En we zullen nooit deze strijd opgeven. En we zullen meer strategische plekken van de satanisten en van de deep state en de globalisten zullen we meer en meer locaties opzoeken. Want mensen moeten meer in beeld krijgen wat er precies allemaal gebeurt in dit land. En we moeten ook mensen confronteren met verkeerde daden. En mensen wilden dat ik ook eens in normale kleren kwam. Nou, vandaag ben ik helemaal in normale kleren. Maar ja, mijn pet is natuurlijk nog wel behoorlijk activistisch. Ook geen tas bij me, die staat in de auto. En ja, mensen. Ik heb er geen woorden meer voor. Er gebeurt zoveel. Er is zoveel gaande, mensen. Ik wil alleen maar in de positiviteit blijven, maar er moet ook gestreden worden. Tot later, we komen bij jullie terug.